het Amsterdam Dance Event is weer bezig. Sorry, ik haal weer dingen door elkaar. Ik liet me even gaan, sorry. Het Amsterdam Dance Event is dus weer bezig. En de grote vraag is, zoals ieder jaar, heeft Jeroen Pauw voldoende pillen op voorraad? 10 snoepjes voor 40 euro is op dit moment de aanbieding van de Amsterdamse bezorgservice. Als het gaat, als je zegt ik wil liever wat poeder, dat kan ook. Dat is iets duurder. Maar er is in ieder geval voldoende voor de komende dagen. Ja. Fijn, Jeroen Pauw, goed om te horen. Ik zit alleen wel even logistiek te denken. Jij moet nu nog een half uurtje kletsen en dan nog een beetje napraten natuurlijk. En die feesten die beginnen dan rond middernacht. Als jij nu nog moet bestellen, dat ga je niet halen, joh. Als ik nu bel, hebben we voor het einde van dit gesprek hebben we het hier op tafel liggen. Oké. Top. En ik gun Jeroen Pauw een leuke avond, maar ik wil het toch even hebben over ecstasy. Want niet alleen Pauw kan er makkelijk aankomen. Ecstasy is populair in heel Nederland. Uit een onderzoek van dokter Ronald Flex en professor L. Kleine blijkt dat alle tieners, 100% dus, positief staan tegenover MDMA. Dat is de werkzame stof in ecstasy. 100% vond ik wat veel, dus ik heb gevraagd waar ze dat op baseren. En zij mailde me, als je bitch die ruwe data wil zien, is dat geen probleem. Ik zei dat ik het zelf graag wilde zien, maar ze drongen er toch op aan dat het echt mijn bitch moest zijn. Dus dat heb ik even laten lopen. En volgens iets officiëlere cijfers van het Trimbos Instituut heeft ongeveer 1 miljoen Nederlanders wel eens ecstasy gebruikt. Maar mag dat eigenlijk wel? Laten we even kijken naar een kek BNN-filmpje. Ecstasy is niet goed voor je gezondheid en staat op lijst 1 van de opiumwet. Dat betekent dat bezit, productie en handel strafbaar zijn. Nou, wil jij het nou een keer proberen? Seks met dieren is illegaal, maar wil je het nou toch een keer proberen? Loop even mee naar het aquarium. Maar wat deze mevrouw zegt, klopt wel. Ecstasy is illegaal. En als je gepakt wordt met een paar pilletjes in je broekzak, kun je zelfs een strafblad krijgen. En die illegaliteit is ook de reden waarom mensen die dat bij zich hebben daar een beetje geheimzinnig over doen. Nou, wat ik bij me heb is ketamine, speed, TCB en ecstasy. Oké, niet iedereen. Maar al die pillen die moeten natuurlijk wel worden geproduceerd. En omdat productie verboden is, moet dat stiekem. Alleen, wat doe je met het afval? Dat mag niet in de groene bak. Want dan smelt de groene bak. En dus wordt het elders gedumpt. Opnieuw drugsafval midden in een woonwijk. Een spoor van chemicaliën, kilometers lang, in Nijmegen. Een kilometers lang slijmspoor door Nijmegen. Dat was niet meer gebeurd sinds de laatste 4 dagen van Dionne Staks. Maar en dit soort dingen gebeurt steeds vaker. Hier, dit was alleen al deze maand. In Lage Zwaluwe zijn ze bezig met het ontmantelen van een groot drugslab. Er is 30.000 liter afval gevonden. Opruimen woede van drugscriminelen. Een week vol dumpingen van drugsafval. Iets heel anders. Het lijkt wel of de drugscriminelen deze week allemaal grote schoonmaak houden. Vanmorgen werd in Hogerheide een lekkend vat met 1000 liter afval gevonden. Dan heb je dat gigantische drugslab hier. Een van de grootste, misschien wel het grootste drugslab van dit jaar in het westen van Brabant. Wauw, het grootste van dit jaar in het westen van Brabant. En dat krijgt dan een speciale vermelding. Dat geeft wel aan hoe groot het probleem daar is. Zo, dit is echt het grootste drugslab dat ik ben tegengekomen in Oud-Gastel sinds de lunch. In deze kleur dan, hè? In deze kleur. Alleen al deze maand is er al 10 keer drugsafval gevonden. Het lijkt wel dumptober. En de reden waarom er zoveel drugsafval is, is dat we in Nederland heel veel drugs maken. Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland blijkt de onbetwiste marktleider te zijn in de export van ecstasy en speed. Met een jaaromzet van 19 miljard euro. 19 miljard? Dat is ongeveer de omzet van Philips. Het is echt bizar hoeveel geld je kunt verdienen met gloeilampen. Nieuwsuur sprak met wetenschapper Pieter Tops, de man die die cijfers ontdekte. En die was best wel in zijn nopjes met de resultaten. Ja, 19 miljard. Hadden jullie, voordat jullie begonnen met dat onderzoek, in de gaten dat het om dit soort bedragen zou gaan? Nee, dat hadden wij in onze stoutste dromen niet gedacht. Dus wij hebben bij al die berekeningen ook regelmatig in onze armen moeten knijpen. Ja. Het overtreft zijn stoutste droom. Je vraagt je bijna af waarom hij zich met dit wereldje bezighoudt. Wat voor mij ook de reden is om me met deze wereld bezig te houden, is die enorme hoeveelheden geld. Oké. Snap ik wel.
snap ik. En Tops is niet de enige, want de criminaliteit rondom ecstasy loopt compleet uit de klauwen. De recherche is overbelast en daarom hebben criminelen vrij spel, zegt de Nederlandse politiebond. Die waarschuwt dat Nederland verandert in een narco-staat. Nederland verandert in een narco-staat. Nou, dat wil niemand. En zeker niet de minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus. Grapperhaus. Oké, nee, sorry, ga ik weer, laat maar. Grapperhaus heeft een plan. Om echt heel erg dit soort criminelen handel en productie tegen te gaan. En gewoon keihard die hele criminele economie wat dat betreft op te gaan rollen. Ja, die hele criminele economie wat dat betreft op te gaan rollen. Dat klinkt nog niet heel Arnold Schwarzenegger, vet. I'll be, als het even mee zit, back. In principe, wat dat betreft. Nou, dit soort spierballentaal, dat kennen we wel uit Amerika. Daar willen ze ook heel graag de hele drugsboel oprollen. En dat proberen ze ook al best wel lang. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Ja, dit is 1971 en president Nixon kondigt de war on drugs aan. Dat is nu 47 jaar geleden. En als je wilt weten of het gelukt is om drugs uit te roeien, dan kun je scrollen naar de allereerste comment onder dit YouTube-filmpje. Kijk, ik ben high terwijl ik dit kijk. Nee dus. Of kijk naar deze grafiek. Dit is hoeveel geld de war on drugs per jaar kost. Links is dat dus 1970, vlak voordat Nixon met zijn drugsoorlog begon. En inmiddels zitten ze op 20 miljard per jaar. En in totaal heeft het al $1,5 biljoen gekost. Maar kijk, dit is het blauwe lijntje. Dat is het percentage drugsverslaafden. Van ongeveer 1% toen Nixon begon, tot ongeveer 1% in 2010. Dus al die miljarden. Was dat dan allemaal voor Nixon? Nee. Nee, want we hebben deze fantastische woordgrap aan overgehouden. Dus minister Grapperhaus. Die ecstasy-markt, die rol je niet zomaar op wat dat betreft. Kijk, mensen willen blijkbaar drugs. Dus ook ecstasy. En zolang er vraag is, is er ook aanbod. Daar zorgt Jeroen Pauw wel voor. Waarom zou je het dan überhaupt verbieden? Laten we dat even vragen aan een echte liberaal. Dit is echt zulke goor rotzooi, daar gaan we natuurlijk nooit iets aan veranderen. Ja, Oké, ik vind dat, als je iets wil verbieden, moet je met betere argumenten komen dan gore rotzooi. Bedoel, anders was het ook al lang afgelopen met oude kaassalade. Wie koopt dat? Echt. Wat ben je nou voor monster? 14 maanden gerijpt. Na 3 maanden is dat geen rijpen meer, dan is het rotten. Gadverdamme. Gore rotzooi. Oké, misschien heeft Buma van het CDA betere argumenten tegen ecstasy. Ik ga absoluut niet mee in de gedachte dat we in Nederland beter af zijn als wij gaan zeggen, pillen, zoiets van, ach, ik adviseer het om het niet te doen, maar het mag wel. Nee, gaan we niet gedogen, het is een harddruk. Levensgevaarlijke harddruk. Het is een harddruk en dat hoor je vaker. En inderdaad, MDMA, de werkzame stof in ecstasy, staat in de opiumwet op lijst 1. Dat zijn de harddrugs. Samen met heroïne, cocaïne, crack, speed, speed 2, speed 3, Jurassic Park, The Lost World. Maar is ecstasy wel zo schadelijk? Laten we even kijken naar deze hoogleraar verslavingskunde. Vindt hij ecstasy een harddrug? Ik vind het, dat niet zo is. Ja, roken, heroïne, cocaïne, dat zijn relatief schadelijke stoffen in termen van de kans op verslaving en de kans op breinschade. En als je dan gaat kijken naar cannabis, dan is dat duidelijk minder gevaarlijk dan die stoffen. En in de meeste van die analyses blijkt dat ecstasy nog lichter wordt ingedeeld. Ja, ecstasy is veel minder gevaarlijk dan andere harddrugs. Het is zelfs minder schadelijk dan wiet. Dit lijstje staat op de site van verslavingsinstelling Jellinek. Een groep experts heeft van alle bekende drugs gekeken hoe verslavend ze zijn, hoe ongezond en hoe slecht voor de maatschappij. En kijk, bovenaan staat crack, dan komt heroïne en vlak daaronder komt al tabak en alcohol. Dat ligt gewoon in de supermarkt. Daarna pas cocaïne, daaronder staat nog cannabis en bijna helemaal onderaan staat dan ecstasy. Dus een groot misverstand is trouwens dat er altijd speed in ecstasy zit, maar dat is dus niet zo. En ook een groot Brits onderzoek concludeert dat ecstasy veel minder gevaarlijk is dan andere drugs. En ja, het blijft een drug. En
Het is dus gevaarlijk. Je kan last krijgen van oververhitting, van hartkloppingen, van koorts en op lange termijn schade aan je tanden, angstaanvallen en psychische klachten. En ja, er gaat ook af en toe iemand aan dood door oververhitting of te veel water drinken. Maar dat is niets vergeleken met de gevolgen van alcohol en tabak. Daar gaan elk jaar duizenden mensen aan dood. En alcohol en tabak zijn wel verslavend, ecstasy niet. Van ecstasy word je vrolijk. Je vindt mensen lief. Je wordt een soort wandelend poesiealbum. Ik vind jou echt de liefste. En niemand wordt er agressief van, zoals dat wel kan gebeuren bij drank of cocaïne. Als het Amsterdam Dance Event een zuipfeest was geweest, dan had Amsterdam er nu ongeveer zo uitgezien. Dus wat doet ecstasy op die lijst met harddrugs? Nou, dat heeft te maken met de geschiedenis. We gaan even kijken naar het programma Nieuwslijn uit 1988. En het is wel grappig, ik kwam daar vroeger altijd langs, die studio met de trein. Dat is wel grappig. Nou, anyway, even kijken. Ecstasy, Adam, Dokter of MDMA. Allemaal verschillende namen voor een voor Nederland nieuwe drug. De trein gaat voorbij, misschien hoort u het. Een chemisch middel dat gebruikers een gelukzalig gevoel geeft en hen mild stemt. Ja. Ecstasy kwam in de jaren 80 naar Nederland en in 1988 werd het officieel een harddrug en dus verboden. Maar, en dat is wel belangrijk, niet omdat het schadelijk was. En niet vanwege de overlast, maar omdat de overheid bang was voor grootschalige productie en handel. Nou, dat hebben ze toch maar mooi weten te voorkomen. Not! En nu denken jullie inmiddels, maar Arjen, als wij ecstasy legaliseren, dan worden andere landen heel boos. En ja, dat zou kunnen, ja. Er zijn internationale verdragen tegen drugs. Maar het fijne van internationale verdragen is dat je er ook heel goed je reet mee af kunt vegen. Zoals Canada deze week. Vanaf vandaag mag in Canada legaal wiet worden gebruikt, gekweekt en verkocht. 5, 4, 3, 2, 1. It's just something that you want to be able to tell your kids that you were there for this moment. Prachtig. Ja. Als wiet wordt gelegaliseerd, hoef je er niet meteen uit te zien als een stoonde Jezus, maar het mag wel. Als je wil. Ook de VS, Portugal en Uruguay hebben cannabis deels of helemaal gelegaliseerd, ondanks die internationale verdragen. En deze week zijn we dus ook al ingehaald door fucking Canada. En nu zeg je, oh, Arjen, dit gaat over wiet. En jij hebt het over ecstasy en dat is een harddruk. Het is een harddruk. Het is een gevaarlijke harddruk. Ja. Het is een harddruk, maar dat is dus niet terecht. Het staat op die lijst, Buma, omdat jij en je collega-politici dat hebben bepaald. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Ja, dat... Je haalt me de woorden uit de mond. En als nou blijkt bijvoorbeeld dat driewielers op de harddruklijst staan, dan moeten die er toch ook weer vanaf? Nee, want je gaat je kinderen toch niet op harddrugs laten rondrijden? Een harddrugs? Ja! Mensen die er wel iets van weten, die pleiten ook vaak voor legalisering. Hier, een criminoloog zegt afgelopen week, laat commissie legalisatie ecstasy onderzoeken. En een hoogleraar medicatieveiligheid, legaliseer ecstasy. Waarom wil die dat? Ik denk dat voor legalisatie tweetal voordelen te verwachten zijn. Eén is dat je pillen krijgt die goed zijn en zuiver zijn en waarvan we weten wat het is. Dat je daarmee ook goede voorlichtingen mensen kan geven. Het andere is dat je criminaliteit de wind uit de zeilen neemt. Precies, minder criminaliteit dus. En in het geval van ecstasy zullen de pillen veiliger worden, zodat er minder ongelukken gebeuren met vervuilde pillen. Want nu heb je geen enkele garantie. Moet je je voorstellen dat je bij elk biertje denkt, ja, misschien zit hier wel rattengif in, ja. Ik kan hem laten testen, maar er staat een hele lange rij en die bierdealer die zag er wel betrouwbaar uit, jongens. Here we go. En dan kan je nog denken, als we het gaan legaliseren, gaat iedereen dan de hele dag alleen nog maar pillen poppen? Nee. Op plekken waar cannabis legaal werd, is geen enorme toename gemeten van het aantal gebruikers. Soms werd het wat meer, soms werd het wat minder, maar wel daalt overal de criminaliteit. Alles pleit dus voor legalisatie van ecstasy. Maar veel Tweede Kamerleden die komen niet verder dan dit. Ecstasy is gewoon troep. Ja. En dat was Kees van der Staaij van de SGP met hetzelfde argument als Rutte. Het is gore rotzooi. En in hun wereld is drank heel normaal. Dat zouden ze nooit verbieden. Dat hoort bij de cultuur. En dat is prima. Maar voor de nieuwe generaties hoort ecstasy ook bij de cultuur. En die cultuur is ook nog gezonder ook. En het lijkt soms alsof politici het niet willen weten. Sterker nog, ze willen het ook letterlijk niet weten. Ze willen zelfs geen onderzoek. Hier, kijk, voor CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg is nader onderzoek uitgesloten. Geen sprake van. Geen sprake van? Dat zeg je echt alleen maar als je bang bent voor de uitkomst, toch? Zal ik jouw financiën even nakijken? Nee, geen sprake van.
Dus als politici het woord drugs horen, dan zien ze een criminele junk zonder tanden. Terwijl ecstasygebruikers in 2018 zijn meestal normale mensen met een baan die eens in de zoveel tijd een pilletje nemen om een leuke avond te hebben. En natuurlijk zijn er gevaren. Maar juist als iets gevaarlijk is, kun je er beter rationeel mee omgaan. Ik vind dat we ecstasy legaal moeten maken. Met regels. Dus niet op kniehoogte in de supermarkt met gratis stickertjes van Peppa Pig. Nee. Maar vanaf 18 in speciale winkels of achter een balie zoals sigaretten en dan met accijns, dan krijg je veilige pillen, meer controle, minder drugsafval en meer geld voor de aanpak van andere criminaliteit. En tegen al die politici in Den Haag zeg ik dat ik... Even kijken. Oh, sorry, ik ben even... Sorry, ik moet eventjes... Hey. Hey. Heb je dit? Ja. Hoeveel? Ja. Wat zeg? Ja. Ik versta je, doe anders even je helm af. 50 euro. 50 euro, jezus man. Oké, man. Oké, volgende keer. Het is een duur geworden, man, hier een paar. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week en tot volgende zondag. Heb je pijn in je buik van het lachen? Abonneer je dan op dit kanaal. Heb je pijn in je buik om een andere reden? Ga dan naar de dokter. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.